Zo, lieve mensen. Vrijdagavond. Straks binnengehaald met de dames. In verband met de vakantie. En wat gaan we lekker doen? Lekker film kijken. Kijk. Dit hebben ze eventjes geregeld. Nou, Amber heeft het geregeld. Hij heeft zelf tonijnsalade gemaakt met een dippie, met ding. En worstjes, een lekker despo en een wijntje. En oranje. En Fabienne met oranje. Maar goed, uiteindelijk gaat het om het gebaar. We gaan daar een lekker film kijken. Ik zeg nu al top. Fijn geregeld, fijn begin van de vakantie. Zoals ik zeg, we gaan de boel hier een beetje schilderen en verbouwen en doen. Dus we hebben nog genoeg te doen de komende 3 weken. Dus maar het begin kan al niet meer stuk. Allemaal nogmaals bedankt, toppie. Echt, echt een leuk idee. Helemaal super. We gaan in ieder geval lekker film kijken zometeen. Dus, Sinterklaas! Ik kom er straks weer eventjes op. Sinterklaas!
et cetera. Kamertje gedaan. Lekker mijn witte. Alles voor de nieuwe woonkamer. In ieder geval. Plafonnetje, muurtjes, alle tweede kanten. Dat wordt een andere kleur dan die. En dan gaan we die lijstjes, die gaan we een kleurtje geven. Dus ik ben benieuwd hoe dat het eruit komt te zien. Ik hoop dat het erg leuk wordt. Kozijn natuurlijk ook, gaan we ook schilderen. Oh, ik heb het wel warm van gekregen. Ik zeg de groetjes, de rest van de vlog met schilderen en zo, dat volgt allemaal nog. Dus ik zeg tjie! Thank you.
Zo, dames en heren, kijk eens. Kijk, hier. Mooie muur geworden. Dan zeggen ze wel, mooie timelapse opgenomen. Deze was één muur. Nou, natuurlijk nog voor die kant. Daar gaan we ook nog. Het plafondetje is gisteren gebeurd. Heel mooi wit. Heel mooi wit. Dan gaan we straks hier het kozijn. Gaan we nog even schilderen. Ander kleurtje. En dan heb ik hierboven heb ik nog een plint. Die gaan we ook voorzien van een kleurtje. Dus wat nice. Nou, de laminaat is inmiddels ook geleverd. Dat hebben ze gisteren gedaan. Dit wordt ons laminaat. Nou, jullie krijgen straks wel te zien wat het uiteindelijk gaat worden. Maar nou, alles bij elkaar. Super nice. Super nice. Nou, dat was eventjes een korte review op de timer die ik had gemaakt voor deze muur. Nou, daar gaan we straks natuurlijk ook voor. Die muur, zo'nzelfde timelapse maken en dan krijgen we alles te zien, ook voor de vloer. Volgende week komen ze die leggen, dus dan gaan we dan ook even kijken. Ik zeg alvast de groetjes en tot de volgende timelapse. Tjie! Zo, lieve mensen, Fabienne die gaat ook schilderen zo meteen. Dus voor het eerst, maar ik ben hier al een beetje begonnen. Dus nou, en dan gaat Fabienne beginnen. Die wil ook een stukje. Nou, ik zeg shoot.
Ja, het was lastig hè, om daar alle twee te doen. En die bak vast te houden en dan gaan schilderen. Niet te dik, niet te diep in de verf steken. Zo. Ja, gewoon eigenlijk een heel klein beetje. Kijk, dat je dit hebt zo, moet je een heel klein beetje zo. Of dat je eigenlijk nog een beetje het puntje wat verf op zetten. Punt anders gaat hij aan het puntje een beetje verf op zetten. Mag ja, hè? Oh wacht, je staat er dichtbij. Wacht, even eraf. Wat doe ik afgezaagd van mijn schilderzaam? Dat is misschien ook al niet. Oh, het is klein als je zo staat, man. Laten we even uitkijken hier bij de stekker. Ja. Ja, ja. Moet ik gewoon even doen? Nee. Niet doen. Maar ik kan het wel. Ik kan het wel echt. Dus een beetje volleybal aan leren. Van even doet volleyballen. Nou, dat is ook in één keer iets van volleyballen gaan doen of zo. Weet ik het wel. Ja. Maar goed, dan moeten we even. Papa, papa. Ja, papa, papa. Hey, ik ga nou eens even. Zo lang. Ja, maar je moet gaan schilderen. Ja. Ga. Ja. Nou, goed kijken. Netjes op die lijn uit, bij het hoekje. Wow. Nee, dat moet je niet zo doen. Je moet je kwast recht houden en dan moet je tijdens het. Nee, niet zo recht. Ik heb een beetje schuin. Maar dan moet je tijdens het ding moet je hem eigenlijk draaien. En dan gaan we bevallen. Hij is goed. Oh. Hij is goed. Oh, nee, hij is niet goed. Hallo, kijk eens daar allemaal. Ja, dat is maar een klein beetje. Dat is ook een klein beetje. Get away. Wat heb ik je aangedaan? Wat ben ik aan begonnen? Hij is goed. Ah. Kijk hoe strak. Oh. Dat is goed, hè? Jee, man. Goed hè? Ah, ik kan schilder worden. Ik weet niet wat ik ga worden. En hoe lang dat we nou over gaan doen? Tjie! 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 Nou, ik denk dat ik zo meteen zal nu over gaan nemen. Ja, hey. Dan schiet ze op en doe dat dan met de roller. Dus dan kan Fabienne daar een keer even kijken hoe dat ik het doe met de roller. En dan kan ze het. Of niet, dat lukt me wel. Of niet? Ik heb het al een keer gedaan. Toen we mijn kamer gingen schilderen. Ja, maar deze woonkamer. Hier komt iedereen, de slaapkamer niet. Weet je maar nog niet? Nou, ik zie je straks weer. Papa, kijk hoe mooi wat? Strak. Wat? Dit is mooi wat? Strak. Wat? Wat? Dat is mooi strak. Ik weet het niet. Hoe mooi strak. Nou, ik kan nog yes. Beter dan jou. Nee, luister, kijk, ik heb een excuus, hè. Deze handschoenen die ik aan heb, zijn gewoon te groot. Ja, oké, daar heb je misschien ook een klein beetje gelijk in. Ze heeft mijn handschoenen aan. Dat ze een beetje schone vingers houden natuurlijk. Maar die zijn een beetje aan de big size. Okay. Knijp eens in de vingers. Wat deze handen heb. Meep. Dan moet je erin knijpen. Dus, nou, ik ga weer verder. Dan doe ik even het randje boven. Ik ga weer. Dan mag ze aan de onderkant mag ze misschien wel doen. Want dat maakt niet zo heel erg fluit, want er komt toch de vloer er tegenaan. Maar voor het plafond vind ik toch iets belangrijker. Dus Fabienne. Vind ik niet. Zullen we even overnemen? Nee. Dat jij gaat filmen en dan. Nee. Jij mag daar een keer aan de onderkant. Papa, kijk nou. Nee. Hallo. Fabienne. Fabienne, jij mag daar de onderkant doen. Dan komt niet zo heel, dan kun je ook netjes werken, maar dan komt niet zo heel erg spits als. Kijk hoe mooi dat al is. Ja, hoe mooi. Kijk hoe mooi dat hoe al mooi. Is. Hoe mooi. Nou, hoe mooi. Hier.
Maar. Van Rennen. Kijk eens. Lollipop. Kijk hoe mooi ik dat kan. Ik kan echt schoon worden hoor. Kijk, kijk. Nou, we zitten ver. Ja, maar dat moet ook nog gedaan worden. Dat is niet goed. Verdomme. Zeg dat dan ook meteen. Ja, dat zeg ik toch al de hele tijd. Niet. Dat is wel. Hier. Ja. Kijk, dat is toch beautiful. Kijk wat is dat het is. Die spoort niet. Die spoort echt niet. Daar wil ik een foto maken. Waarom moet je voor je van maken? Nergens van. Wat? Kijk hoe strak dit is. Oh, ik zie niks. Moet je ogen open doen. Kijk hoe strak dat is hier. Dat is toch mooi? Ik kan het gewoon. Ik ben jouw moe, hè? Zo. Oh. Ja. Jij deed je zaal en toen je zaal deed, was ik haar. Oh, mooi. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gestart zou zien. Goed. Ja. Pas zo even aan de kant zetten. Wanneer mag ik weer? Jij rustig weer? Ja! Ja? Zal ik even boven wat verder dat je de onderkant kan doen? Hoeft niet. Nee? Nee. Doe er even handschoenen aan ook, of niet? Ja, ik weet niet, maar... Ja, maar kijk, ja. Maar, goed maar. Doe maar. Pa. Van Rennen gaat weer een stukje doen. Pa, 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 pa. Wacht, laat eens jou. Pa, 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 mijn handschoenen? Ja. Ja, hier.
Nee, laat zien mijn handen. Niet mijn handen laten zien. Oh. Niet mijn. Ja? Hi. Ja, Fabienne was net aan het schilderen en toen viel de kwast en toen wilden ze de kwast oppakken. En... Nee. Kijk, ik was daar bezig. Jouw telefoon ging over, ik wil kijken wie er was, waar de kwast neerleggen. Maar die rolde zeg maar, die lag hier beneden in het verfpak. Je kan het tegenpakken en toen kwam ik met mijn handen zo erin. Maar de kwast is safe, hè? De kwast is safe. Nou, eens even kijken. Wow. Timelapse. Nice. Timelapse almost over. Time. Soms hebben we die gekke dingen. Kan niks doen. Gebeurt eenmaal. Tja. Jij ook? Jij ook gek? Goed. Nou, ik ga dus heel eventjes bemoeien met de GoPro, zodat we verder timelines kunnen maken met Fabienne ook erop. Dus, je kan ook gewoon de kamer ergens neerzetten. Ik ga even kijken welke de kamer ergens neerzet, hoor ik. Eens even kijken of dat dit wil lukken. Nou, ik zeg, hij is geschikt. Fabienne, kijk eens. Naar het bos toe ben je gaan hardlopen in de avond. Zeg maar, gingen we daarheen met de fiets, samen met de tweeën. En toen gingen we daar al die parcours doen. Ja. Toen Evie bleef slapen, dat is al een paar weken, toen een paar dagen. Ja. Ja, toen hadden we ook de kamer meegenomen. Volgens mij nee, dat was toen de GoPro. Toen gingen we naar huis, want ik had het verteld, toen was het bijna leeg. Ja, het ziet er allemaal leuk uit.
Weet je dat pas al? Destiny Yorka, feeling better. Expectation. Come here, buddy. Okay. Okay. Yeah. Hey. Maar we hebben speciaal voor jou die Fanta dinges bewaard, hè? Ja, ik weet het, maar ik weet niet te veel doen, hè? Nee. Ik pak lekker wel wat drinken uit de vriezer. Ik heb verf op mijn sluppig, zie ik nu. Oeh! Dat vind ik niet echt zo fijn. Want dat zijn nieuwe slippers. Ik pak... cola. Oeh! Domme. Ik ga even... zo. Oh, ik denk dat het gebeurt er binnen, maar dat is pas wel. Let go. Dat is een van papa's favoriete liedjes. Een close-up. Nee? Ja, hè? Die van papa's favoriete liedjes. Wacht even, hij staat niet ver. Ja. Ik vind het best wel ver al. Alleen dit stuk nog en dan dat en dan hebben we al in elkaar. Ja, ik denk dat ik ga het wel mooi vinden. Ja. Er is trouwens weer verf op mijn slipper gekomen. Oh. Maar ze heeft even een grote kans of niet? Hè? Even waar zie je? Is het kans? Nee. Die was een weekendje, als ik het goed heb.
Die was een weekendje naar de opa en oma. Op de camping. Op de camping. Waar is die camping? Weet ik niet. Huh? Weet ik niet. Maar eigenlijk zou ik daar eens heen gaan met Evie twee dagen, weet je wel. Maar dat ging dus door omdat ze zagen dat het slecht weer werd. Maar jij merkt er vrij weinig van. Wat? Dat heb je goed. Ja, het zit niet vast meer, hè? Zie je dat? Buddy, waarom ben je groot? Want je ligt vaak in de weg. Het was al. Waarom? Ik wil oranje voor jou maken. Ja, dat vroeg jij net aan mij. Wil jij even oranje maken? Ja, tsunami in die wasbak. Oh, ik ben zo irritant. Ik heb ook gewoon hierachter. Onze wasmachine is heel irritant. Ik heb hierachter, zeg maar, ik weet niet of je het kunt zien. En hierachter, ergens. Hier ergens, achter. En gewoon ook waar haar zit. Hier. Waar mijn vinger zo zit. Ik weet niet of jullie het konden zien, maar ik hoop het wel. Er zit dus een muggenbult. Maar die mug. Die is echt precies in mijn spier geprikt. Dus dat is echt kapot veel pijn. Papa, wist je dat ik door een mug ben gestoken in een van mijn spieren? Hey, ik kom er nu pas achter dat ik hier laat ik hier verven. Ja. Wat? Zeg dan boven en onder. Eer wat jij bedoelde van gewoon onder die hoek. Moet ik kunnen een lijn doen? Ja, dat weet ik toch niet. Moet je beter aangeven, hè? Hé. Ik zei straks dat ik door een mug in mijn spier ben geprikt en dat ik nou achter in mijn nek, een beetje nog onder mijn haar, dat ik daar een mug moet op zitten en als je daar op drukt of aankomt, doet dat een tiering veel pijn. Vertel de Snowy. Jij dan?
Oh ja, nee, Spike ligt voor Pampus. Hé? Jij ligt voor Pampus, hè? Ja. Jij gaat lekker te slapen. De rest vind ik Jan wel lief hoor. Hallo! Spikey, even Snowy. Ro? Ro? Goed zo! Goed zo! Goed, 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 goed! En daar gaan we. Wat? Buddy. Quest, quest, quest. Buddy. 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 Kom eens hier. Ga zitten. Ga zitten. Bootje. Box. High five. Nee. Wacht hè. Blijf. Zitten. Zit. Blijf. Nee, dat is af. Blijf. Blijf. Buddy, blijf. Buddy. Daar moet je wel komen. Ja! Hi! Buddy kan ook een trucje, hè Buddy? Kan het andere trucje ook doen? Ja, dat gaan we even doen, hè? Kom mee. Kom mee. Kom. Ja! Hé, kind. Zie ze hier dan allemaal staan? Drie guppies. Hé? Hoe? Ik voel bijna. Hallo. Hallo. Of uit. Auw. Ik heb echt papa. Ja. Bij mijn kleine teen heb ik iets zitten. En het doet pijn. Ja. En dat is niet fijn. Auw. Oké. Ja. Mijn tuinders kan ik niet nou. Waarom? Dat zie ik helemaal niet. Ja. Dat is... Kan wel zijn. Ja, zo zien ze het wel. Laatste stukje. Kun je nog opnemen of niet? Ja. Hè? Ja. Ben je hem filmen? Ja. Ja? Ja. Waarom filmen we niet? Omdat ik eigenlijk... Laatste stukje. Stukje. Laatste stukje. Je moet filmen, laatste stukje. En dan zeggen ze dat ik het raarste ben in huis. Nou, volgens mij heeft mijn vader dat toch? Laatste stukje. En dan vieren we feest. Dan pakken we dan een lekker barcodeje. Dat mag niet. Oh. 5 euro. Oh ja, moet je nou opletten, hè? Want we mogen niet aanzetten tot... Ik wil het laatste stukje doen. Want dan voel ik me goed. Ja. Dan heb ik het fijn gevoel. Wat er? Ik wil het laatste stukje doen. Jemig. Nee, dat wil ik eigenlijk doen. Oppassen voor de stoelen. Nee, je hebt maar pech. Oeh. Je hebt maar pech. Nou, Fabienne wil het laatste stukje doen. Anders nou, ik haar. Je moet even, hallo. Wat? Doe even een beetje paint aan. Beetje paint. Beetje. Nou, echt het laatste stukje, dames en heren. En dan, hebben we nog een stukje te gaan. Mensen niet qua muur, maar wel qua schilderen. Oh, verdomme. Ja, dan moet je oppassen. Oh, echt eerlijk waar. Straks weer tegen de muur aan. Ja. Maar ja, jij wil het laatste stukje doen. Ja, dat wil ik ook. Dan moet je andersom gaan staan. Oh, je helpt je broekje helemaal, ja. Ja, zeg ik. Kijk. Hattop. Doos. Nou, het echte allerlaatste stukje. Nou, dat wordt even niks.
Je moet even een beetje verf weer eraan doen. Beetje. Dat stukje nog. Ja. Ga dan niet weer met die bellen tegen de muur aan staan. Oh, Fabien, dat wordt helemaal niks. Dit wordt helemaal niks. Nou, kom maar. Ja, kom maar. Nee. Laat mij dat stukje maar even doen, want... Nee. Fabienne. Nee. Hoezo eigenwijs? Het lukt wel. Het is alleen op mijn manier. Zie, het lukt al. Een vark in de tuin. Maar dan. De tuin hier ook wel eens binnen. Nou, schiet dus op, dat stuk had al lang klaar kunnen zijn. Hey, liever zijn ik helemaal een keurig om je haar. Nee, ik let hem niks. Nou, de muur. Oh, ik kan dat nog eens alles doen, maar... Ik wil gewoon... Ja, laat mij maar, want je bent anderhalve meter aan het... Wat zeg ik? 30 centimeter aan het verven, er komt nog geen verf op. Wel waar. Kom hier. Nee, kom hier, kom. Kom. Dames en heren, doe even onder de beschrijving. Wie mag er vandaag schilderen? Ik. Zie, ik was het laatste die ik zei, dus ik mag. Het is niet te geloven. Hallo, film. Dit is het laatste stukje. Ja, we zijn de partypoppers vergeten. Oh. Maar dames en heren, kijk eens hoe nice. Allemaal door mij. Zie, je hoeft niks meer opnieuw te doen. Ik heb alles onder controle. Maar nou, ik wil eens even kijken, want hier heb je wat matige lichtinval. Even goed kijken. Doe eens niet, daar spat je tegen de plafond aan. Oh, dat doet tegen boven ook heel goed. Ja, het is goed met jou. Hier moet je even opnieuw. Even een keer eroverheen. Voor jou, hè? Ja. Oh, zie je, ik kan het gewoon beter dan jou. Recht rollen. Pak die stok nou eens gewoon fatsoenlijk vast. Nee. Zo jammer dit. Nou. Oké. Okay. Laat je vaker last van ook, hè? Ja. Nou, kijk eens, dames en heren. Nou, ik vind het helemaal pretty. Even een goede check doen. In de hoekjes. Dan zal ik straks nou eens even afwachten in hoeverre hoe dat hij nou opdroogt. Of dat er nou... leg me gewoon even neer. Hoe dat hij nou gaat opdrogen. Zo erin. Ja, niet in de ding, sorry. Hoe dat hij nou gaat opdrogen of dat we dadelijk vlekken zien van de ondergrond. Van het beige wat er zat op het roze beige. Het ziet er nou uit dat het allemaal keurig netjes wegtrekt. Maar goed, dat is het begin. Moeten we even goed bekijken. Maar nog even, dit is fluweel grijs. Dus als mensen denken, dit is muis grijs. Nee, dit zou fluweel grijs moeten zijn. Muis? Grijs. Oh. En deze muur... Is ook grijs. Nee, dit is taupe. Er staat bij de verfhandelaar waar we het gehad hebben, beginnende met een P en een eind of X. Of is. X. Dit is taupe. Als donker. Dus we hebben taupe ene muur en fluweelgrijs andere muur. En dan ga ik voor die plintjes daar zo. Die plintjes. Auw. En voor dit kozijn. Ga ik het volgende doen.
En dat is even afwachten, want ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Ik hoop natuurlijk erg leuk. Voor wat contrast. Ik zit vast. Help. Wat had ik? Ik zit vast. Kijk, als ik omhoog wil, dan zit mijn arm een beetje klem. Ja, het is ook niet te geloven. Je hebt ze erbij. Nou, handen los. Handen eerst tussendoor. Ja, zo kan ik niet verder. Oh ja, en dan naar boven. Kijk, hoppakee, klaar. We gaan niet aan diepe Tokio. Nou, nog een keer. Het is voor mij een probeertje. Ik denk persoonlijk van dat het wel leuk is om dus inderdaad dadelijk deze kozijn een andere kleur te maken dan de muur. Deze deur moet ook even gaan kijken, die heb ik al geschuurd. Maar dit moet waarschijnlijk eerst met een speciale lak gedaan worden. Dus van die gefineerde deur is dit. Maar goed, dan moet ik even kijken. Nou, dan hebben we dus aan die kant wat ik al zei, dat is de fleurgrijs. Wat ga ik dan doen? Boven bij die latjes, daar zo langs de muur. Wat zijn eigenlijk de tegels die we krijgen? Want ik heb ze nog nooit gezien. Dat hoef ik nog niet. En dit kozijn is deze Zieke kleur. Wow, dat gaat mooi worden, denk ik. Dit is een. Even kijken, wat is het ook weer? Ik wou mijn loer pakken, hij schrok. Arm kind. Dit is Gobi grijs. Gobi grijs. Nou, hoe Gobi kan het zijn? Maar het is in ieder geval dit soort grijs. Gofi. Die? Gofi. Die gaat dan straks hier op dit kozijn. En dan boven. Of over de plint. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Een beetje contrast. Normaal gesproken hebben we altijd of bij het plafond of bij de muur zo'n latje. Ik wil dat latje juist een beetje gebruiken als een soort breuklijn. Ik weet niet wat het gaat gebeuren, optisch gezien. Maar dan gaan we kijken. We zullen het zien. Ik zeg, voor vandaag heb ik dit in ieder geval gehad. Misschien dat ik vanavond nog ga proberen om het kozijn te schilderen. Maar goed, dat zie je dan mogelijk vanavond nog wel hier bij deze vlog. Of naar mensen die ik dan daaraan vast ga maken. En dan kunnen we wel zien. Ik zou in ieder geval nu zeggen. Nee! Ik kom nog. Oh, nou, Fabienne wil nog een beetje vloggen. Nou, oké. Okay. Maar ik heb wel die dingen nodig. Wat dingen is nodig? Waar de koffer aan zit. Oh. Want, de vorige keer ja, pak dan. Had ik deze daaraan. En toen ging ik op mijn tablet, ging ik Roblox doen. Toen had ik hem zo neergezet dat hun gewoon met me mee konden kijken. En dat ik ook toch tegelijk gewoon ook nog gewoon goed kon spelen. Dus dat ga ik nu even weer doen, want ik heb zo'n Roblox te doen. TV. Zo, lieve mensen. Nou, we hebben een stukje van de muur hebben we laten zien. We hebben alles laten zien. De lijst is inmiddels gedaan. Bij deze ga ik dit gedeelte alvast afsluiten. De vloer, dat komt van de week. Dus gaan we dat nog een keer bespreken. Dat ze komen leggen. Nou, voor de rest zou ik zeggen, als je deze video vandaag leuk gevonden hebt met onze verbouwing van de woonkamer, of in ieder geval het schilderen en dat soort dingen allemaal achteraan, graag even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En dan zien we jullie de volgende keer weer terug bij de nieuwe vlog en het tweede deel van de verbouwing, oftewel de vloer en dat soort dingen. Misschien later ook weer andere dingen die erbij komen. Dus ik zou zeggen, nogmaals, blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en dan zie je de volgende keer weer. Ik zeg, tjoe!